programma Zondag met Lubach. We beginnen even heel kort, even heel snel. Olympische Spelen. Sven Kramer, die heeft niet de 10 kilometer gewonnen. Hoe is dat? Ja, verdrietig. Hoe is dat mogelijk? Nou, volgens Erben Wennemars is hij bezweken onder de enorme druk van buitenaf. Misschien wist hij wel gewoon, Jorrit en Tetjal zijn eigenlijk gewoon beter. Ja. Nou, en als je dat weet en iedereen zegt maar, nee joh, je gaat er wel winnen, je gaat er wel winnen. Ja, en dat is dus precies wat het is. Sven Kramer is bezweken onder de druk van al die mensen die riepen, oh Sven, je gaat hem wel winnen, je gaat hem wel winnen. Dat hoorde hij voorafgaand aan zijn race constant. Elke dag, steeds maar weer. Van zogenaamde kenners die denken dat ze er verstand van hebben. Maar dan moet er morgen maar eentje winnen en dat is gewoon Sven Kramer. Ja, Sven Kramer. Ja? 5 en de 10 kilometer. Eentje die moet winnen morgen, ja, dat is alleen Sven Kramer. Nou, laat het maar zien vandaag, Sven. Ja. Dat was dus diezelfde meneer, hè? Die is een dag later keihard met zijn neus op de feiten gevallen. Nou, dan meteen door met nog een Fries die het land heeft teleurgesteld. Halbe Zijlstra. Zijlstra is afgetreden. Hij was bekend als minister van Buitenlandse Zaken en de man die als kind in een pot met gele kruidvatgel is gevallen. Waarom moest hij nou aftreden? Wat was er ook alweer precies gebeurd? Hij heeft gejokt. En dat mag niet. Hij heeft gejokt. Foei Halbe, stoute Halbe, stout. Dat wordt zonder gel naar bed vanavond. De NOS die legde uit waarover de bengel had gejokt. En dat kondigde ze zo aan. Het gaat om dit verhaal wat Zijlstra graag vertelde. Let op, wat nu volgt is allemaal niet waar. Ja, en we hebben het gecheckt. En de NOS heeft hierna nooit meer gezegd, vanaf nu is alles wel weer waar. En iedereen die iets weet van programmeren, die weet dat je na zo'n aankondiging ook moet afkondigen. Dus tot de NOS dat gedaan heeft, is alles wat ze zeggen gelul. Nou goed, ik ga die leugen van Zijlstra ga ik ook laten zien. Maar het is zo pijnlijk. Ik kan dit alleen nog maar kijken met een eclipsbrilletje. Dus sorry hoor, maar kijk anders thuis even door een cd'tje of zo. Oké, gaat-ie. Ik was begin 2006 aanwezig in de dacha van Vladimir Poetin. Ik was daar als medewerker. Ik was weggestopt achterin het zaaltje waar het plaatsvond. Maar ik kon heel goed horen wat het antwoord van Vladimir Poetin was op de vraag wat hij verstond onder Groot-Rusland. Oké, stop even. Heel even stoppen. Kunnen we even... Oh, man. Oh, god. Oh, jeetje. Oh. Oké, ga maar door. Rusland. Wit-Rusland. Oekraïne. En de Baltische Staten. Oké. Nou ja, Kazachstan. Dat was nice to have. Hier hoor je eigenlijk al dat het duidelijk is dat Halbe aan het liegen was. Want Kazachstan is nooit nice to have. Behalve als je Azië, Australië en een derde continent naar keuze moet veroveren. Dan wel. Nou, extra pijnlijk aan het vroegtijdige vertrek van Zijlstra was dat hij dezelfde avond als minister van Buitenlandse Zaken naar Rusland zou gaan. Ik zou vanavond vertrekken naar het debat naar Rusland. Je kan niet die kant op als er twijfel is over je situatie. En dan moet je aftreden. Ze weten dat u niet komt? Niet de allerbelangrijkste vraag, mevrouw de journalist. Ja, maar straks zit er een Russische kok met een bord borst te veel. En dan? Nou, dat afbeltelefoontje met Moskou, dat moet trouwens wel raar geweest zijn, toch? Dat is echt... Ik kom niet. Waarom niet? Omdat ik heb gezegd dat ik bij jullie ben geweest. Oh, je bent er al. Nee, want ik ben er nooit geweest. Maar kom dan. Nee, dat kan dus niet meer, want ik was er niet. Ben je alweer weg? Nee. Ja. Oké, tot straks. Nee. Nou, als het aan Halbe had gelegen, was hij trouwens wel gewoon naar Moskou gegaan. Sterker nog, hij stelde dit voor aan de Volkskrant-journalist die het stuk wilde gaan publiceren. Die probeerde met mij een soort afspraak te maken. Kunnen we dan misschien na afloop van Moskou praten? En toen zei ik, nou, nee. En toen is het me nog aangeboden om mee te gaan naar Moskou, om dan het interview daar te doen. Hij wilde de journalist meenemen naar Moskou. Dat is wel echt een heel wanhopige move. Dat is alsof mijn vriendin zegt, Arjen, ga jij vreemd met Kimberly? En dat ik dan zeg, kunnen we het daar later over hebben, want ik moet nu weg naar Kimberly. Weet je wat, ga anders even mee.
Nou goed, oké, even samenvatten dan. Halbe stond dus keihard te liegen voor een vol VVD-congres in 2016. Een journalist van de Volkskrant ontdekte die leugen. En Halbe heeft daar 4 maanden lang aan het lijntje gehouden. Ze bleef het maar vragen, hoorde maar niks. En toen zei ze 2 weken geleden... doei, dan publiceer het wel zonder jouw reactie. En toen pas zei hij... Oké, als het toch naar buiten gaat komen, ik heb misschien een klein beetje gejakt. Nou, hoe noem je dat nou? Als iemand er alles aan doet om zijn leugen niet te hoeven toegeven... is dat lelijk, schofterig, gevaarlijk? Hoe heet het nou? Het siert minister Zijlstra dat hij meteen na de publicatie in de Volkskrant... afgelopen maandag ruiterlijk zijn fout uit het verleden erkende. Ruiterlijk? 2 jaar liegen en pas als de journalist zegt... we zetten het morgen in de krant, dan geef je het toe. Dat is toch niet ruiterlijk? Als Ankie van Grunsven op de Olympische Spelen... live Sally Nero in de fik had gestoken... met aanmaakblokjes gemaakt van Bonfire... dan was dat nog ruiterlijker geweest dan wat Zijlstra hier heeft gedaan. Maar dit hippische woord sloeg aan. Zoals ik ook mijn eerste mijn begon, was de heer Zijlstra ruiterlijk. Dat hij daar al ruiterlijk over toegaf dat fout was. De heer Zijlstra, die ruiterlijk zijn fout toegeeft... Dat was een ruiterlijke erkenning. Maar hij geeft ook ruiterlijk toe, inderdaad. Heel stom, sorry. Ja. Hij geeft dat vandaag ook ruiterlijk toe. Ruiterlijk. Meer dan ruiterlijk, volgens mij hebben we dat woord ook gebruikt. Ja, dat woord had je al gebruikt, ja. Ruiterlijk. Terwijl een jaar geleden zat Pechtold nog in de oppositie. Toen was er ook een minister die had gelogen. Hoe ruiterlijk vond hij dat? Echt, ik begin er langzaam, want echt, maak het iemand anders wijs. Maar neem mij niet zo laag dat je denkt dat iemand mij dit kan wijsmaken. Ik ben nou maanden bezig. Heel Nederland zit zich af te vragen waar zijn we mee bezig. En het is verdorie van begin af aan. Van begin af aan is het draaien. En dit is Pechtold deze week. Nou, als je je fouten toegeeft, dan vind ik dat de prijs is. Gadverdamme. Mag ik een tijltje? Mag ik van iemand een tijltje? Oh, man. Oh. Stom tijltje. Dat lucht altijd zo lekker op, hè? Nou, ik snap natuurlijk dat je als coalitie je nieuwe collega's niet zomaar de grond intrapt. Zo werkt dat nu eenmaal. Maar het zou wel fijn zijn als ze op de een of andere manier aangeven dat ze nu even geen kritiek kunnen geven. Dat wij als kijkers weten, dit is Pechtold de oppositieleider of dit is Pechtold de coalitiepartner. Dat ze dat laten zien door bijvoorbeeld een button te dragen met ik zit nu in de coalitie. Of gewoon iets bij zich hebben, weet ik veel, een regeerpeer. Of een coalitie-koala. Ik vind wel dat wat hij nu doet de juiste wijze is. Namelijk erkennen dat het fout was. Hij heeft daar zelf van gezegd, ik had het zo niet moeten doen. En hier staat de minister. Die heeft toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt. Nou, als je je fouten toegeeft, dan vind ik dat het de prijs is. Wel zo duidelijk. Nou, toch zijn er ook dingen die we gaan missen aan Halbe. Dat hij... Ja, wat gaan we nou aan hem missen? Wat gaat u het meeste missen aan Zijlstra? Stugge warmte. De stugge warmte en dat kapsel. Precies, dat gaan we missen. Zijn kapsel en zijn stugge warmte. Man, wat was die warmte stug. Doe mij nog het meest denken aan dat je zo'n taxi instapt met zo'n dennenboompje aan de spiegel, de verwarming op 30 en Sky Radio aan. Die zegt, oh, man. Dat is dus Halbe Zijlstra. Nou, toch is dat ongemak van Rutte is wel verbazend. Want Halbe Zijlstra is niet de eerste VVD-politicus die aftreedt onder Rutte. Op volgorde van incompetentie zijn dat Hennis, Wekers, Opstelten, Van Miltenburg, Van der Steur, Teven. Dat zijn zoveel afgetreden mensen. Daar kun je inmiddels een heel kabinet van formeren. Het kabinet Rutte Doei. En nu dus Zijlstra.
En wat ik altijd zo opvallend vind, als een ministers aftreden, dan heeft de pers meteen allerlei biografieën met profielen van de gevallen minister. En televisieprogramma's die komen met terugblikken, terwijl die pas net is afgetreden. Dat lag dus kennelijk allemaal al klaar. En de reportages over alle VVD-ministers die in de komende jaren nog gaan aftreden, die liggen waarschijnlijk ook al klaar. Minister Dekker is afgetreden. Sander Dekker werd door velen gezien als een absoluut politiek lichtgewicht binnen de VVD. Vorige week raakte hij gewond toen hij naar zijn werk kwam op een grasmaaier. Het was voor Dekker het zevende ongeluk in 8 maanden tijd. Premier Rutte heeft begrip voor zijn aftreden. Ik respecteer zijn besluit. Opgewekt, energiek en scherp in het debat. Bruno Bruins was bij iedereen geliefd. Vandaag moest hij aftreden na de onthulling dat hij niet Bruno Bruins heet, maar Roderick Rood. Rood verzweeg zijn echte naam uit angst dat deze niet geloofwaardig zou klinken. Terecht, zo bleek vandaag. Ik respecteer zijn besluit. VVD-staatssecretaris Mark Harbers is afgetreden nadat hij een kruisraket voor privédoeleinden had gebruikt. Premier Rutte reageerde zichtbaar aangeslagen. Ik respecteer zijn besluit. Na een ministerschap van slechts 2 dagen is het doek gevallen voor Tony Turquoise, minister van Militaire Defensie. Het jeugdonderzoeksprogramma Zembla Junior ontmaskerde Turquoise als een typetje van Bruno Bruins, die eigenlijk Roderick Rood heet. Ik respecteer zeer zijn besluit. Na 3 jaar is het ministerschap van Erik Wiebes voorbij. Vorige week zou Wiebes zich negatief hebben uitgelaten over de muziek van de toppers. Van de Tweede Kamer had Wiebes niet weggehoeven, maar premier Rutte was onverbiddelijk. Nee, maar hij moet gewoon weg. Het was een unicum in de naoorlogse parlementaire geschiedenis. Een stekelvarken op economische zaken. Minister Hobbema stond bekend als een politiek dier en een echte dossiervreter. Gisteren moest hij opstappen vanwege het rapport van de parlementaire enquête ICT-fraude. Ondanks alles sprak premier Rutte lovende woorden over Ferdy Hobbema. De stugge warmte. De stugge warmte en dat kapsel, ja, alles. Het is gewoon een geweldige vent. Ja. Vond je dit een leuk filmpje? Gefeliciteerd, dan heb je goede smaak. Blijf lekker hangen. Kijk nog even wat andere video's. En vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.